Gaëtan, ja, het is een leuke avond voor jou, hè, want Tom kan mee met jou naar de voetbal kijken. Ja, inderdaad. Ja. Het is gezellig dat hij eens mee kan eten. Hoe gaat hij er zelf mee om dat hij geschorst is? Ja, het is niet leuk natuurlijk, maar hij vindt het jammer dat hij nu niet kan meedoen. Maar volgende wedstrijd staat hij er dan terug in en dat komt wel terug goed. Hè. Het is zo erg, zo erg is het ook niet. Hoe is het leven als voetbalvrouw zijnde van een Prost? Ja, het is wel een aanpassing. Ik kende ook nog niks van voetbal eigenlijk voor mijn vriend, dus hij heeft mij wat in de voetbalwereld gebracht. Ik vind het wel interessant en ja, soms heeft dat ook wel een beetje zijn nadelen, hè, omdat zij vaak weg is. Maar ik vind het plezant om er naar te komen kijken, dus het heeft voor- en nadelen eigenlijk. Maar ik vind het altijd heel plezant om te komen kijken. Wat zijn die nadelen dan? Ja, bijvoorbeeld de trainingen dan s'avonds. Het is ook een eindje, hè, want wij wonen in Turnhout, dus dat is altijd een eind rijden. Dat is dus ook een nadeel. Nu, dergelijke wedstrijden, zie je daar naar uit als Tom meespeelt? Ja, zeker. Ja. Ik vind het altijd heel leuk om hem op het veld te zien staan. Soms met een bang hartje? Of heb je na de wedstrijd discussiëren met Tom over de wedstrijd? Nee, eigenlijk niet. We hebben geen discussies over de voetbal of zo. Nee. Soms inderdaad wel bang als ik hem dan op de grond zie vallen of zo. Dat ik dan schrik heb dat er iets ernstigs zou zijn, maar nee.